Goedemorgen, dames en heren. Welkom bij weer een presentatie van Actie. En in dit geval hebben wij de fiets-kampeerreis Alpen Adria. Mijn naam is Nico Tolenaars en samen met mijn vrouw Verina zijn wij een reisleiderskoppel bij Actie. Dat doen we al een jaar of zes. En in die zes jaar hebben we inmiddels 8 reizen gedaan, waarvan 3 fiets-kampeerreizen. We mochten ook 2 reizen uitzetten. En één daarvan was de reis Alpe Adria, waarvan u nu de presentatie krijgt. Voordat ik u meer vertel over, inhoudelijk over de reis, wil ik eerst nog wat uitleggen over fietskampeerreizen. Want wat is er nou zo bijzonder in onze ogen aan een fietskampeerreis? Tijdens excursies op de fiets komt u op plaatsen waar u tijdens een normale excursie nooit zou komen. Met schitterende inkijk, doorkijk en uitkijkplaatsen. Je bent met een groep op de fiets, lekker onderweg. In de vrije natuur. Je leert elkaar heel erg snel kennen. En een groep is zo een hechte groep. Voor ons is het echt een plus op alle reizen die wij tot op heden voor Actie hebben gedaan. Tijdens eerdere presentaties kreeg ik nogal eens de vraag: hoe komen nou onze spullen dan als wij op de fiets rijden op de volgende camping? Dat is een klein misverstand. Het zit ongeveer zo in elkaar. Wij rijden met ons kampeermiddel van camping naar camping. En op iedere camping zijn al fietsroutes door de coördinator van de reis of door reisleiders van tevoren uitgezet. En de dag na aankomst, of 2 dagen na aankomst, pakken we de fiets en gaan we die uitgezette route of samen of individueel rijden. Naar wat u wil en wat u prettig vindt. En dan de dag na de fietsexcursie is er meestal weer een vrije dag. En voor zo'n vrije dag heb ik ook altijd wel een kleine excursie achter de hand. Een fietsexcursie, een fietsroute. Maar ook andere tip voor trips is altijd genoeg te doen. Op en rond de camping. En de volgende dag dan vertrekken we weer met de karavaan en dan gaan we weer naar de volgende camping. Dan iets meer over de reis. De start is in Lienz, dat ziet u nog niet staan. En vanuit Lienz gaan we naar de Ossiacherzee. En daar vandaan, dat heet Villach Landskroon. Vanaf daar vandaan gaan wij onder andere de koninginnenrit rijden, Alpe Adria Raadweek. Daarna zakken we Italië in, richting Caorle. En dan hebben we daar vandaan een excursie met bus, boot naar Venetië. Kunnen we lekker gondel varen, we hebben ook nog een stadswandeling. En 's middags kunt u in Venetië rondkijken waar u zelf maar wil. Dan gaan wij via de Adriatische kust weer richting Oostenrijk naar boven. En dan komen we nog door Stiermarken en daar kunnen wij de Murat Raadweek fietsen. En we eindigen uiteindelijk in St. Martin bij Lofer, maar dat gaan we zo meteen op de kaart zien. De reis duurt totaal 24 dagen. Er wordt naast de startmaaltijd en de slotmaaltijd nog 4 keer een maaltijd gebruikt. We hebben 9 excursies, waarvan 8 met de fiets. Huisdieren zijn op deze camping, of deze reis op campings, niet toegestaan. En voor de liefhebbers heb ik altijd nog wel een extra route ter beschikking. De kaart er even bij. U ziet hier de kaart. En u bent misschien gewend dat er op die kaart allemaal van die mooie dikke rode lijnen zijn. Ze zijn er wel maar een beetje dunner uitgevallen. Maar we beginnen in Lienz en daar ziet u op het midden van de kaart aan de linkerkant. Daar vandaan gaan wij naar Villach Landskroon. Dat is eigenlijk Ossiacherzee. We zakken naar beneden, we gaan Italië in. Komen we in Caorle en daar vandaan gaan we dus naar Venetië. We gaan een stukje door naar Ankaran. Daar dan hebben we ook een mooie fietsroute naar onder andere Piran.
Dan gaan we naar helemaal naar rechts. Slovenië verder in. En dan komen wij op, in de plaats Kates op Savi. Dan gaan we naar boven, weer naar Oostenrijk, naar Weiskirchen. En daar hebben we dan de Muratweg. En dan uiteindelijk helemaal bovenin Sankt Martin bij Lofer. En dat is de slotcamping. Wat is er nodig om met een leuke fietsreis mee te kunnen doen? Nou, een goede gezondheid is wel een pre. Want we fietsen gemiddeld op een dag, op een excursie, tussen de 30 en de 60 kilometer. Naast een goede gezondheid en een goede fiets natuurlijk ook een pre. En dan denk ik aan een goede elektrische fiets of een fiets met 7 versnellingen. Een fietshelm is in deze landen niet verplicht, alleen wel zo veilig. Zeker al op sommige trajecten waar er wat kiezeltjes liggen. Maar ook vooral als je met een wat grotere groep gaat rijden, is een ongeluk zo gemaakt. Sommige mensen voelen zich er veilig bij, anderen niet. Wij raden het in ieder geval aan om het wel te doen. Nog een keer. Ja. Goed, dan gaan we naar de reis zelf kijken. Op de startcamping in Lienz is deze foto genomen waar ik nu naar kijk. En op deze camping hebben wij op dag 1 in ieder geval het welkomstdiner. Dat is 3 kilometer vanaf de camping, dus we gaan al die dag al een stukje fietsen als u wil. Eerder komen op deze camping mag ook. Want er is voldoende te doen in de omgeving. Er zijn meerdere routes beschikbaar. Lienz is een leuk plaatsje. Er zit daar vlakbij nog een museumpje van oude treinen. Hartstikke leuk om daar in die omgeving rond te rijden. Wat rond te kijken. En Lienz, daar kan je ook leuk winkelen, leuk terrasje pakken. Echt een aanrader. Dan gaan we fietsen op dag 2. Dan gaan we langs de Isel richting Matrij. En ik moet wel zeggen, het is wel gelijk een heenreis met vals plat. En dan kunnen we ook gelijk zien van, mensen hebben meestal niet zoveel vertrouwen of ze wel voldoende kracht hebben in de motor of in de kuiten. Kunnen we gelijk even testen en dan weten we gelijk wie er beter voorin kan starten en wie beter achterin kan starten. Maar de reis is gewoon prima te doen met een elektrische fiets. En met 7 versnellingen en fietskuiten is het ook geen enkel probleem. We hebben tijdens deze trip naar Matrij hebben wij een lunch onderweg. Een verrassende lunch vonden wij zelf. En na de lunch gaan we weer terug naar de camping. Dan de volgende dag kunnen we, is geen echte vaste planning, maar we kunnen dan fietsen in de richting van Cilian. En Cilian, dat is een plaatsje dat ligt aan de Drouw. Dan fiets je eigenlijk over de Drouwraadweek. Een mooie route, heen is het ook af en toe flink omhoog, dus een heel nieuw fietspad. En terug, vanzelfsprekend, naar beneden. Een paar leuke tentjes onderweg waar je een bakje koffie kan drinken. En in Cilian is een loakerfabriek waar je heel veel chocola kan kopen. Er is ook een museumpje bij hoe ze dat allemaal maken. En je kan er ook gewoon buiten of binnen wat drinken of eten. Dan zijn wij verplaatst inmiddels naar Ossiach, naar Villach Landskroon. Villach Landskroon is dan de grote gemeente. En het plaatsje waar we zitten is Ossiach, aan de Ossiacher Zee. Daar heeft u hier een blik op. Echt een geweldige mooie plaats. Een geweldig mooi meer om rondomheen te fietsen. En dat gaan we dus ook doen. Op de volgende dag pakken we de fiets, rijden we rondom het meer. En dan zijn we bijna bij de camping. En dan heeft u de keus. Ga ik al terug? Of ga ik mee naar Villach? Dan rijden we nog een stukje door naar Villach, langs de Drouw. En daar hebben wij een raadbutler geregeld die op uw fietsen past. En dan kunt u zo het stadje inlopen en ook weer zelf weer terug. Echt leuk, een leuk stadje. Daar hebben we heel veel leuke reacties op gehad. In ieder geval om te lopen, om te winkelen, maar ook om wat te eten of te drinken. Dan de volgende dag
Dan staat de koninginnenrit op het programma. De busfietsexcursie naar Alp Adria Raadweek. En de reis is zo genoemd naar Alp Adria. Maar die Raadweek, als je daar geweest bent, moet je die echt gereden hebben. Het oude spoortraject wat start in Salzburg en wat uiteindelijk eindigde aan de Adriatische kust vroeger. Is nu grotendeels fietspad en in Italië zijn ze nog steeds bezig om dat fietspad iedere keer een stationnetje verder te verlengen. Nou, daar kunnen wij nog geen gebruik van maken, maar het traject wat wij tot op heden hebben is echt de moeite waard. Ik zou er in ieder geval ook niet bang van zijn van moeten we dan heel veel klimmen. We moeten één keer halverwege wel even weer een trapje op met de fiets aan de hand. Maar voor de rest is het voor 95% alleen maar naar beneden. Echt een hele mooie rit. En als u nou denkt van nou zou ik nou de eerste zijn? Nou, deze teller die stond vorig jaar al op 42.820. Iedereen die hier doorheen rijdt wordt geteld. En inmiddels zal de teller denk ik al ruim boven de 50.000 bezoekers staan. In ieder geval zijn zij er al langs geweest. Dat is een van de groepen van de jaren hiervoor. Goed, het is niet alleen maar fietsen 40, 50 kilometer. Maar we hebben onderweg een tijd voor een bakje koffie bij een oud stationnetje. Want dat is eigenlijk wat ze hebben gedaan. Oude stationnetjes omgebouwd tot een koffietentje of een restaurantje. Daarna weer verder op de fiets over leuke paden met vergezichten. Altijd even tijd voor de foto. Meestal in deze tijd van het jaar dat u daar fietst een drooggevallen rivierbedding. Maar hoewee, als er een flinke onweersbui is geweest, dan is het kolkende massa. Kruisend over de verkeersroute richting Italië. Door soms donkere tunneltjes, maar ook oude spoorbruggen. En u ziet er wat meer dia's van dan van andere routes. Maar dat doen we niet zomaar, want het is echt heel erg mooi. En uiteindelijk zijn we beland op station Suessa Forte. Een klein stationnetje waar op het perron de tafel voor ons gedekt staat. Voor een lunch. En na de lunch fietsen we nog een klein stukje door. Want dan staat daar weer de bus die ons ophaalt. De fietsen worden dus op de camping achter in een aanhangwagen gehangen. Daar vandaan brengen ze ons weg. En ze halen ons ook weer op en brengen ons weer terug op de camping. Dus we hoeven niet nog een keer omhoog te fietsen. Ik pak er de kaart nog weer even bij. Weet u het nog? We begonnen in Lienz. Villa Landkroon, daar hebben we net gefietst. Daar zijn we Italië op de fiets ingegaan en hebben eigenlijk aan de Italiaanse kant, je ziet dat groene streepje, dat is de grens van Villach richting Lienz. Dat traject hebben we zojuist gefietst. En wij gaan nu verplaatsen naar Caorle, de eerste camping, en die ziet u aan de kust in Italië. En in Caorle komen wij op een super grote camping. En het is eigenlijk gewoon een dorp. Je hebt er van alles. Alleen het gemeentehuis is er niet. Dat heet daar een infopoint. Maar je hebt er een slager, een bakker, een fietsenmaker. Je kan dat zo gek niet doen. Wel twee zwembaden. En ze hebben ook een eigen strand. Fietsen naar Caorle is geen straf. Want Caorle is echt een schitterend leuk plaatsje waar je kan wandelen, kan winkelen en het ligt ook gewoon echt tegen de kustlijn aan. En hier ziet u die basaltblokken, dat is eigenlijk iets bijzonders voor Caorle. Ieder jaar wordt er in Caorle een wedstrijd gehouden wie van een van die basaltblokken op het traject langs de kust het mooiste beeldhouwwerk kan maken. De basaltblokken komen niet van zijn plaats af, maar het wordt daar ter plaatse gedaan. Dat houdt dus in, het gebeurt al jaren, dat heel die kuststrook rondom Caorle vol ligt met van die grote basaltblokken die bewerkt zijn, waar mooie figuren van gemaakt zijn, mooie beesten, soms een boodschap op achtergelaten is omdat men vond dat ze dat daar moesten achterlaten. Echt gewoon heel erg leuk om te zien.
Nou, dit plaatsje nog even. En de winkelstraatjes. Dan de volgende dag met bus en boot naar Venetië. En als u daar al eens geweest bent, dan ziet u vast weer nieuwe dingen tijdens de stadswandeling. En we gaan zelfs ook met de gondels varen. Daar beginnen we mee. Daarna maken we een stadswandeling. En die eindigt waar u naar kijkt, de Rialtobrug. Helemaal gerestaureerd, inmiddels is die helemaal klaar. En daar vandaan kunt u zelf nog wat rondkijken in de stad. Of ergens hier aan Gran Canal een hapje eten. Het is lopend terug naar waar we op de boot weer moeten, ongeveer een kwartier lopen. En dat gaat iedereen vinden, want het is allemaal aangegeven met bordjes. Echt gewoon een hele leuke dag. En als u nog nooit geweest bent in Venetië, laat u daar verrassen. Dan gaan we weer op reis en we gaan dan onderweg naar Ankaran. En Ankaran ligt ook aan de Adriatische kust. En vanuit Ankaran vandaan hebben wij een fietstocht naar Isola. En eenmaal daar, dan moet er natuurlijk wat gegeten en gedronken worden. En voor diegenen die willen, we kunnen nog verder richting Piran. Is wel een wat heuvelachtig terrein. Een stukje drukke weg tussen. En weer wel een stuk verder. En dan komen we al gauw, als je dat doet op een dag, aan rond de 60 kilometer. Dus het moet niet, maar het mag. En je kan zeg maar zelfs morgen nog beslissen, ga ik mee door of ga ik niet door. Maar Piran is ook wel een heel leuk plaatsje om gezien te hebben. Nou, de gastvrijheid is er volop, zo te zien. De fietsen staan geparkeerd. En we gaan door. Want we gaan dan naar Cates op Savi. En hier wacht ons een bijzondere excursie onder leiding van een gids. Die gaat ons brengen dwars door het wijngebied van Slovenië. Tussen de middag is er een lunch. En na de lunch fietsen we wat verder en sluiten, voordat we teruggaan naar de camping, af met een wijnproeverij. Ik hoop dat de weg daarna recht is naar de camping. We gaan weer even naar de kaart. Weet u het nog? We zitten nu op het laatste plaatsje in Slovenië en we gaan naar boven richting Graz. En de plaats waar we dan zitten is Wijskirchen. In Wijskirchen komen wij op een bijzondere camping. Het is een 50-plus camping. En zij adverteren op Facebook en op andere plaatsen met no cats, no dogs, no kids. Nou, saai zou je zeggen, maar dat hoeft niet. Want wij gaan daar in ieder geval voor zorgen dat het niet saai wordt. Vanaf die camping zijn er een aantal fietsroutes. In ieder geval de Moerraadweek. Echt gewoon schitterend om gedaan te hebben. Hij is al onderweg. Dit zijn dan de uitzichten die u heeft. En wij komen dan ook langs de Wipfel Wanderweg in Raga. En er is, als je daar even de fiets laat staan, een prachtige uitkijktoren waar u prachtige vergezichten heeft. Dan gaan we naar de laatste plaats, Sankt Martin bij Lofer in Noord-Oostenrijk, net iets ten westen van Salzburg. En dan zitten we eigenlijk nog maar zo'n 25, 30 kilometer van de Duitse grens af. Een prachtig mooi plaatsje, alles netjes in de verf. En midden in het centrum is er een kabelbaan naar boven voor de mensen die van wandelen houden. Er is een wandelgebied, wel omhoog, omlaag, maar alles boven de 1500 meter. Het is echt werkelijk adembenemend om daar te lopen. Wij hebben het, toen we de reis hebben uitgezet, hebben we dat ook gedaan. Dus de camping, de entree, met daar ook bij het restaurant, de receptie en een winkel. Een werkelijk geweldige camping. Dit is voor ons echt een top camping.
Vandaar dat we ook besloten hebben om hier het afscheidsdiner te houden, want het is ook gewoon geweldig om daar te eten. Maar voordat we dat gaan doen, we worden welkom geheten door de eigenaar van de camping. Het is een Oostenrijker die vloeiend Nederlands spreekt. Die zet ons op een groot veld en als het koud is maakt hij voor ons een lekker kampvuurtje. Maar dan moet dan de andere dag ook nog wel even gefietst worden. Want er zijn best wel een paar leuke dingen te bezichtigen. Niet heel ver van de camping. Dus als u niet ver meer wil fietsen. Vorderkazerklam, Seizenbergklam, de Lamprechtsheulen. Allemaal binnen een bereik van ongeveer 10-12 kilometer vanaf de camping. En als je op Seizenberg begint, kom je de anderen bijna weer tegen als je terugrijdt. Echt de moeite waard. Bent u nog niet, het fietsen nog niet beu, dan heb ik nog wel een andere route voor u. De Steinbergen Roende, maar die is wel 70 kilometer. En dan moet u toch nog een keer onder op de trappers. Want dat is best wel hoogteverschil. En de dag daarna, na het eten, dan gaat iedereen weer zijn eigen weg. Hier nog maar een paar plaatjes. En deze mevrouw heeft er in ieder geval nog volop lol in. En het vertrek 3 juni. En er zijn vanmorgen althans nog 5 plaatsen op deze reis vrij. De reisleiders op deze reis zijn Bram en Mariet Quist. Die zouden hem dit jaar al doen. Ze hebben alles al voorbereid. Ze zitten te popelen om samen met u te vertrekken. Dan mijn grote vraag. Zijn er nog vragen? Jazeker, er zijn enkele vragen binnengekomen. De eerste vraag. Het lijkt me een hele mooie reis, maar ik heb wel een vraagje. Hoe zijn de fietspaden in Slovenië? Slovenië is eigenlijk niet echt een fietsland. Maar wij hebben wel de routes opgezocht waar je zou kunnen fietsen, goed zou kunnen fietsen. En als je langs rivieren fietst, dan is dat meestal gravel en is dat gewoon goed te doen. Het zijn geen mountainbike routes. Oké, duidelijk. Mag ik ook alleen fietsen? Ja hoor. Wij hebben altijd gezegd, niemand hoeft mee. Sommige mensen zijn bang om in een groep te fietsen. Maar we hebben wel de ervaring, als je eenmaal een dag met zo'n groep bent opgetrokken, dat je de volgende dag toch wel heel snel denkt, ik ga toch liever eigenlijk niet alleen, maar weer met de groep mee. Maar het is geen enkel probleem. Ik heb fietsroutes op papier. Maar we zijn ook bezig om deze reis te digitaliseren. Oké, ja, en dan over digitaliseren gesproken, daar sluit de volgende vraag wel een beetje op aan. Ja. Is het aanschaffen van een fietscomputer raadzaam? Ja, de reis is destijds uitgezet zonder fietscomputer, maar gewoon met zelfgemaakte kaarten. We zijn van plan om alle routes digitaal te maken. Bram Quist heeft al thuis al een aantal routes geprobeerd digitaal weg te zetten. Alleen wij moeten die nog wel testen of dat die ook daadwerkelijk goed op kaart staan. Want er verandert vooral in Oostenrijk bijvoorbeeld in het gebergte er nog wel eens een route. Omdat er een stuk weg is weggevaagd met de sneeuw. En wordt er een omleiding gemaakt. Nou, moeten we het wel testen. We willen wel zeker weten dat als we u alleen op pad sturen dat u ook gewoon daar komt waar wij hebben afgesproken. Wat waren vragen? Oké. Goed. Nou, dan dank ik u voor het kijken. Mocht u later toch nog meer vragen hebben, geen enkel probleem. De collega's van Actie zitten achter de chat. Kunt u via www.actiereizen.nl kunt u daar uw vragen stellen. En als ze er niet zijn of als ze te druk zijn, bel gewoon naar 0488 420 810. En wilt u mij of dit verhaal nog een keer terugzien? Deze opname wordt later geplaatst op het actiekanaal en ook dan kunt u gewoon weer chatten met of bellen met een van onze medewerkers. Ik dank u voor uw aandacht. Zometeen een Nederlands-Belgisch-Franse fietsreis, Luxemburg zelfs, Benelux-reis. En om 12 uur ben ik er weer met de volgende reis. Graag tot ziens.